Ik ben erg benieuwd. Oh, er zit een brief in. Oh. 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 Is het een brief? Yeah. Yeah. Oh, hopelijk is de coronacrisis snel voorbij. Oh, okay. Ik ben erg... Zak. Ik ben erg... Leuk dat je kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag hebben wij fanmail gekregen van... Jan Wolterbeek. En... Autodrop. En ik weet het niet. Ik ben een kwartiertje... Waar moet je dit ding beginnen met openmaken? Ja, moeten we niet eerst filmen of... Zijn we al aan het filmen? Oh! Ja. We hebben een mooi pakket van Jan Wolterbeek gekregen. Nu vragen jullie waarschijnlijk af, nou, wie is Jan Wolterbeek? Hey, maar je wilt wat sturen naar onze post. Ja, dat is gewoon dat adres wat staat in onze bio van Insta. Ja, dus je kan wat sturen naar ons. Ja, doe ik. Doei Jan. Hoi. What the fuck was dit? Onze grootste fan Jan Wolterbeek aan de telefoon. Met zijn huisnummer gebeld. Drie raden, we hebben het nu gekregen. En het is een paaskapet. Het is een... Oh, je laat het dyslectisch voorlezen, dat is echt een geweldig idee. Het is een paaspakket tussen haakjes fanmail voor Jeffrey, Mika en Gaddy. Ja, Gaddy is er nu niet, dus... Ik doe het maar en maar niks. Ja, en andere jongeren. Oh, dat zijn wij dus wel. Gelukkig. Van je YouTube-kanaal Podcast. Jan! Het is... Wijn! We hebben al wijn gekregen, joh. Ja. En wat zit erin? Het eerste ding is... Cookies! Paascookies. Oh, echt in de paassfeer. Een blikje cola voor het hele team. Die gaan we lekker met z'n allen opdrinken. Dit hebben we nodig! Hey. Koffie! We hebben ook nog een mooi kookeitje. Ja. Met paaseitjes. Was dat hem? Nog een brief! Een paaskaart. Ja, laat maar. Een paaskaart voor onder andere Jeffrey, Mika, Gaddy. Van jongeren. YouTube-kanaal. Oké, even opnieuw. Een paaskaart voor onder andere Jeffrey, Mika, Gaddy van jongeren YouTube-kanaal Podcast. Ja, bedankt, Jan. Oh, het is meer tekst. Oh, hij heeft ook zijn e-mail achtergelaten. Oh, gaaf. Die had ik toevallig al. Hier voor jullie... Wat de fuck is dit? Wat is dit woord? Wat is dit woord? Ik heb moeite. Hier voor jullie fanmail. Oh. Een paaspakket. Wat... Vieders blijven leuk om te zien. Ik hoop op snel meer. Hopelijk is de... Ik hoop snel op meer. Hopelijk is de... Oh, hopelijk is de coronacrisis snel voorbij. Oh, okay. Ik ben erg... Zak. Ik ben erg... Zak. Waar? Dat is niet wat er staat. Dat is niet wat er staat. Erg zak. Ik ben erg verzadigd. Ik weet niet wat hier staat. Ik ben erg... Wat dat betreft. Of... Ik weet oprecht. Het is... Lees. Het is niet lees. Sorry Jan. Sorry. Hopelijk is de coronacrisis snel voorbij. Ik ben erg... Zak... Verzadigd. Wat dat betreft. Oh, erg zat. Hij is erg zat. Ik ben erg zat. Oh, hij is de coronacrisis zat. Oh... Wij ook, Jan. Wij zijn ook. Het ook allemaal zat. Wie niet eigenlijk? En van Jan Wolterbeek. En dan zijn e-mail. PS, komt er nog een leuke paasvideo? Nou, ik denk dat dit... Is dit een leuke paasvideo? Dit is je leuke paasvideo. Ja. De auto erop. Nou ja. Een week geleden hebben we een story gepost over... Sorry hoor, wacht. Een week geleden hebben wij de volgende story gepost. Hallo Autodrop, wij zien dat jullie allemaal influencers vegan Autodrop geven. Wij willen dat ook en willen veel milieubewuster en gezonder leven. Dus wij willen al deze dozen gewoon in vegan. Kom maar door, hup! Dus daarom ga ik het nu openmaken, omdat Gary hier niet is. Hoi. We krijgen een belletje van Wilma. Ja, even nog goed. Gefeliciteerd Wilma! Gefeliciteerd Wilma! Gefeliciteerd! Ja, ik ben van Zilmen. 55ste verjaardag! Waar waren we? Ja, we gaan nu de doos unboxen. Hier moet je hem zeg maar opensnijden. Oh, het is een doosie.
Ik ben erg benieuwd. Oh, er zit een brief in. Oh. 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 Is het een brief? Yeah! Feest! Moet ik het voorlezen? Ja, ja. Onlangs hebben wij het filmpje in jullie Insta-story gezien. Zo'n grote fan... Zo'n grote fans moeten we natuurlijk ook ons... Stil. Hoi, @podcast.nl. Onlangs hebben wij een nieuw filmpje op jullie Insta-story gezien. Zo'n grote fans moeten we natuurlijk op... Zo... Ook ons... Jezus! Ben je ook dyslect, of niet? Ja. Dyslexie is een aandoening waarbij je geschreven woorden niet zo goed kunt omzetten in taal. En andersom ook, taal niet zo goed om kunt zetten in geschreven woorden. Onlangs... Oh, wacht. Onlangs hebben wij dit... Hoi, podcast.nl. Onlangs hebben wij het filmpje van jullie Insta-story gezien. Zulke grote fans moeten natuurlijk niet... Moeten we ook natuurlijk ons nieuwe product opsturen. Waarom laten we de twee dyslecten brieven Ik ga het nu doen. Hoi, podcast.nl. Onlangs hebben wij het filmpje op jullie Insta-story gezien. Zulke grote fans moeten natuurlijk ook ons nieuwe product sturen. Goed nieuws. Autodrop-icoon Drop Fruit Dubbeldekkers is nu nog lekkerder gemaakt. Deze variant is namelijk gelatinevrij. En bevat alleen de populairste roodfruitsmaken. Aardbei, framboos en cassis. En waar houden we van? De roodfruitsmaken. Ja. Exact. Stap in. De dubbele bus, vol drop en winegum. Dat is twee keer zoveel fun. We zijn super benieuwd wat de vegan doldwaze dubbeldekkers vinden. Oké, die moet even opnieuw. Doldwaze dubbeldekkers. Ja, We zijn super benieuwd wat je van de vegan doldwaze dubbeldekkers vindt. Laat het ons weten via... @autodroep.nl op Instagram. En op TikTok. En op Facebook. Alleen dan geen NL erachter. Groet, Autodroep. Dus confetti. Feest. Hey. Yes. Jeffrey ruimt het op. Ja. Hier is hij dan. Wat een mooie doosie. Ja, mooi, lekker rood doosie. Exact hetzelfde eigenlijk als de normale Autodroep, alleen dan mooier. Het klinkt verrukkelijk. Laten we een hapje nemen. Het laatste oude... Nee, dat is een kerstgrapje. Nog even. Dat is wel Pasen. Oh, is dat wel Pasen? Ja. Laten we een hapje nemen. Ja, lekker. Heerlijk. Ja. Ik voel mezelf zo diervriendelijk. Wow. Precies dat. Wat doe je? Wat? Wil je er nog eentje, Marnix? Altijd. Vindt hij wel lekker hoor. Ja, doe mij erop. Wil je nou een keer Autodrop eten en loop je in de appie, kijk dan even naar deze verpakking. Het staat er niet op. Oh, vegan. Goed voor de dieren. Bedankt Autodrop. En bedankt voor de sponsoring. En Jan natuurlijk. En wil je nou ook fanmail sturen? Kijk even in onze beschrijving. Of van Instagram, volgens mij. En meer Autodrop. Meer Autodrop. Meer. Meer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Doei.